Bulls en Bears, welkom weer in een nieuwe video. In deze video gaan we wat aanvragen doen, waaronder een audio, een BAT, een ROSE, een SRM, een cent, een theta. En ik probeer gewoon zo ver mogelijk te komen in een half uur tot een drie kwartier. Dus vind je dit leuk, geef het zeker een dikke like. En ik begin meestal met een Bitcoin en een Ethereum en zeker ook deze video en ADA, wat ik heb beloofd om elke video naar voren te halen. Dus vind je dit allemaal leuk, blijf hangen. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer dan even als je deze video hebt afgekeken of wat andere video's hebt gekeken. Voor alle nieuwe abonnees, want het groeide enorm na de Doepie Cash video. Hartstikke bedankt voor het abonneren en hopelijk blijven jullie allemaal hangen. Ik zit zelf al 13 jaar in de crypto. Ik probeer al het goede gratis te gaan delen op YouTube. Tenminste, dat doe ik al een jaar. Ik ga ook wel deels wat betaald doen, maar dan kan ik gewoon wat meer vertellen. Laten we beginnen met Bitcoin, want Bitcoin die gaat gewoon weer sneller dan ik had gedacht. En dat gaat het altijd in de crypto. Crypto beweegt gewoon een stuk sneller dan de aandelen. Maar ja, je zit ook gewoon in een gedeelte van de wereld, of tenminste in een gedeelte van de markt waar heel veel mensen nog nooit zijn gekomen. Waaronder ik. Ik heb ook nog nooit zo'n oorlog meegemaakt. Ik heb wel oorlogen natuurlijk meegemaakt, niet erin gezeten, maar met de koersontwikkelingen. Maar nu zie je toch wel dat de hele wereld bezig is met Rusland. En van de weekend is daar nog een extra dreigement bijgekomen met China die Taiwan niet independence wil laten verklaren. Dat zijn allemaal tekenen van onzekerheid, nog meer onzekerheid in de financiële markten. Dus dat kan alleen maar meer downside geven. En dat zie je nu ook vandaag, of tenminste van het weekend zie je toch weer dat het helemaal naar beneden zakt. Het haalt weer even die low eruit en je zakt wellicht lower, nog iets lager. Dan gaf ik gisteren ook als voorbeeld van wellicht dat Ethereum de weg voor Bitcoin gaat maken. Omdat Ethereum al wat sneller naar beneden is gegaan en wat dieper is gezakt. En waar ADA weer een blueprint voor Ethereum is, kan Ethereum weer een blueprint zijn voor Bitcoin. Want Bitcoin die zal altijd wat minder snel bewegen dan Ethereum. Waar Ethereum meer percentage groei heeft Ethereum ook meer percentage dalingen en snellere dalingen. En diepere dalen dan Bitcoin. Ik kom even niet aan mijn woorden, maar daar komen we wel voorbij. Dat is zeg maar, ik krijg ook nog wel vaak de vraag: wanneer ben je klaar met de website en de cursus? Dat is zeg maar ook iets wat ik gewoon nog steeds een beetje ervaring voor wil opdoen. Ik heb dit natuurlijk nog nooit gedaan. Ik heb wel mensen geholpen in de crypto, maar nog nooit van dit soort video's gemaakt, laat staan en cursus en dergelijke. Ik heb het wel allemaal meegemaakt en ook betaald. Tenminste, al die dingen heb ik wel geprobeerd met de badges en daytraden, scalpen, al die dingen heb ik geprobeerd. Deze is het beste blijven hangen met Fibonacci. En je ziet het ook dat weinig mensen gebruikt. En als mensen het gebruiken, zie je ze het verkeerd gebruiken. Tenminste, gewoon verkeerde metingen. En dan kan je gewoon heel duur komen te staan. Waar ik gisteren dus, anders duurt die video echt te lang. Waar ik gisteren dus naartoe wilde gaan is dat je hier die square, die eerste cirkel, die heb je waarschijnlijk hier gevuld. Maar je had nog een gedeelte hier beneden. Bij die 24.000, daar ben je nu exact gekomen. En dat is een piercing van die oranje 1.6 en 8. Dus dit zijn alweer de tekenen dat je lager wil gaan dan dit gedeelte. Dus ook al maak je hier straks een bounce, dit zijn voor mij de tekenen dat we lager gaan dan dit gedeelte. En we liggen naar die 0.786 of die 0.883 een beetje rond die 17.000 gaan. Natuurlijk zit iedereen hier op die 20.000 te wachten. Dus daar kan ook best wel wat gebeuren. Het kan er altijd naar voorwaarts springen of veel lager springen om mensen erachterna te laten rennen. Maar dat moeten we gewoon allemaal gaan meemaken. Je hebt nu in ieder geval maandenlang een daling gehad. En er is heel veel onzekerheid in de wereld. Wat het in één keer nog veel verder naar beneden kan laten dalen. Want je ziet hier die targets beneden. Dat zijn geen grapjes. Nee, dat zijn echte targets. Dit soort targets hadden wij ook toen Bitcoin bij de 20.000 of bij de $17.000 was. Bij die andere top kregen wij hier targets naar de 2800. En hij is bij de $3200 gekomen. Dus ook al is die hele wereld dramatisch, je bent dus al maanden gedaald, dus het kan nog steeds, dat lucht kan je nog steeds verwachten. Vergeet niet dat al je alts alleen maar aan het verwateren zijn. Dan zie je ook dat Bitcoin het beste zijn waarde houdt en dat je daar beter je focus op kan houden en wellicht in, als we wat lucht krijgen en wat ruimte krijgen van Bitcoin en de financiële markt en alle onzekerheden in de wereld, dan is het misschien weer verstandiger om wat meer naar die alts te kijken. Maar op dit moment is Bitcoin gewoon wel de leider, zoals altijd, maar ook de meest veilige en waar je in kan zitten. Omdat hij gewoon wat minder percentage daalt. En hij daalt alsnog, dus je geld zal nog minder worden als je maar blijft kopen en blijft kopen. Dat zeg ik dus ook in veel video's. Ik ben niet vol aan het kopen. Nee, ik ben eigenlijk al een jaar aan het wachten. Maar ook wel maanden aan het wachten totdat de prijs naar me toe komt. De prijs is naar me toe gekomen. Ik heb wat geprobeerd. Ik heb wat kleine winst eruit gehaald. En alsnog gaat hij door mijn stop los zijn om hier misschien wel weer wat te proberen. In dit gedeelte trade ik, hieronder ben ik aan het investeren. Dus alsnog zijn het kleine gedeeltes. Want het liefst wil ik eerst dat de prijs zich bewijst, dus een downmove breekt. Die vraag kreeg ik van Joris. Wanneer zie jij het supporten? Dat is misschien wel heel even mooi om naar voren te halen. Wanneer zie jij iets als support? Of wanneer is de bevestiging als support? Hier zie je eigenlijk die... excuses. Hier zie je die wick en hier heb je een push van de $25.000 naar de $31.000, $32.000. Dus je raakt hier wat qua support aan. Er is hier wat geld, maar het betekent niet meteen dat het echt support is. Het is nu dat support aan het testen. Je ziet dat support wordt nu gewoon gebroken, is niet significant hoger. Besef nu ook, en daarvoor moet ik best wel lachen om altijd die nieuwsberichten. Nu heb je weer dat je op dezelfde hoogte bent als 2020. Zie je het ook wel eens een tijdmachine trouwens, crypto. Maar eigenlijk ben je maar $1.000 lager dan dat je hier bent geweest. Dat was een beetje begin mei. Dus je bent nog niet eens zo verschrikkelijk en significant lager dan die drop in mei. En je bent eigenlijk gewoon dit support aan het testen. Dit kan nog steeds die wick zijn die de push naar boven kan halen om te kijken of hier support zit. Dus we hebben wel dat die wick en die piercing het teken is dat we hier lager kunnen gaan. En het kan het alsnog gewoon in één keer doorbreken. En dat we pas veel lager gaan support gaan vinden. Maar goed, om je op je vraag weer terug te komen. Ja, het support is lastig en het zal nooit iemand perfect, want het kan altijd laag gaan. Maar eigenlijk wil je pas van support spreken als het dus hier een basis en structuur vindt. En door deze downmove heen breekt met volume en geld. En daarna in een retrace, dan zou ik wat kunnen proberen. Dat is support vinden. En dan is het altijd maar nog de vraag, als je hier doorheen bent gebroken, zeker in de markten van nu. En je vindt hier een nieuwe, of tenminste een lower high. Of je dan niet veel lager nog daarna kan gaan. En dat het support weer eruit wordt gehaald. Dus de support, en daarom werk ik ook altijd met stop losses. Het support kan altijd gebroken worden. Net als dat je hier heel mooi dat range had. Waar je in bleef zitten. En toch ga je er als boter doorheen. Je breekt het. Je test die breakout. En hup, meteen lager. Even nog iets beter laten zien. Je valt naar beneden. Je valt door die range heen. Waar die $28.000 staat. Je valt er doorheen. Je breekt het, en dit is vaak hoe de professionele traders eruit... tenminste heel veel professionele traders, wie ik ken, eruit gaan. Dus het breekt iets, niet eens door een stop loss heen... maar hier krijg je die retest, en dit is wel een gevaarlijke exit... hier krijg je die retest van die breakout en hier gaan er veel uit... omdat je dan die lagere move krijgt, omdat je dit patroon hebt gebroken. En ja, dat is best gevaarlijk, omdat het ook... wat je ook veel ziet gebeuren, is dat je... net als hier die retest hebt en wellicht een kleinere downmove, maar daarna eerst weer deze square eruit haalt en dan pas lager. Dus dan word je er alweer een paar keer, of tenminste word je een paar keer voor de gek gehouden. En dan denk je dat je hier weer in die range gaat zitten en dat je dan hoger gaat, maar alsnog kan het lager gaan. Dat is even Bitcoin. Mocht je hier vragen op hebben, mijn targets blijven eigenlijk gewoon hetzelfde als de afgelopen weken. Omdat ik ook net liet zien dat je eigenlijk vanaf mei ben je nu $1.000 laag gegaan. En je zit nu op een, bijna $24.000. Dat ligt nu bij die square. Dus deze square kan gevuld zijn. De volgende square gaat helemaal tot met die $19.500. En daarna heb je deze bij de 11.000. Dus maak je borst maar nat. Ik denk dat de waarschijnlijkheid, of tenminste de waarschijnlijkheid wordt steeds groter dat we echt wel een stuk lager gaan. En misschien wel richting die $8.000 of die $7.000 gaan. Dat is even Bitcoin. Bij Bitcoin en bij de cryptomarkt hou je gewoon ook altijd de dollar in de gaten. En de dollar zie je maar sterk te houden. Je ziet gewoon weer even die push-up. En je ziet gelijk, of tenminste niet gelijk, want het is hier al een aantal dagen aan het groeien. En eigenlijk al maanden aan het groeien. Want je moet dit zo zien dat dit een move is en dat dit een leg is die heel sterk is. Niet zozeer elke candle die omhoog gaat. Want hier laat het eigenlijk wat zwak te zien. Dit is de eerste push-down naar beneden, wat zwak te laten zien. Alleen die push-down naar beneden, die geeft ook iets anders weer. Ik heb net voor het eerst, of tenminste eigenlijk voor de tweede keer in een jaar hard gelopen. Ik ben helemaal kapot. Wat je hier dus, eigenlijk die push-down kan zomaar, omdat je hier jaren in vast staat in deze top. Je breekt die top, je test die breakout en je kan nu eigenlijk de weg vrijmaken om gelijk naar boven te gaan. Besef, als de dollar hier naartoe gaat, dat we super goedkope crypto en andere financiële assets kunnen kopen. Besef wel dat dit heel gevaarlijk is en dat je hier dus eigenlijk in 20 jaar nooit meer bent geweest in dit gedeelte. Dus het zijn allemaal historische tijden, maken we allemaal mee. Is juist goed voor onze ervaring, ook voor mijn ervaring, maar ook voor jullie ervaring. Je leert hier enorm veel van. En probeer er daarom ook niet te veel geld in te stoppen. En het is allemaal geen financieel advies en ook al lijkt het wel zo... Maar helemaal als je begonnen bent, als je met minder geld speelt, dan is dat gewoon je oefengeld. En dan kan je later altijd wat met wat meer geld spelen als je er wat vertrouwen in hebt gekregen in je kunnen en in je doen en later. Dus dit is even de dollar en bitcoin. Nou hebben we gisteren ook Ethereum. Ethereum laat gewoon even wat anders, tenminste de laat wat anders zien dan bitcoin. Dus dan ga ik daar ook graag naartoe. En ik druk weer wat per ongeluk aan en gelukkig zie ik het snel. Even kijken, ik zit op de Kraken chart en bij Ethereum ben je dus eigenlijk super snel naar die $1250 gevallen. Dus die $1400 die stelde niet veel voor. Nu had ik een andere grafiek die ik misschien straks nog even erbij haal. Maar die grafiek van gisteren, daar had je dus die $1400, $1500 wat een belangrijk level was. En eigenlijk val je nu direct door naar die 0,786. Ik wacht al super lang op deze cijfers. En ik weet ook dat ik nog steeds mijn geduld kan hebben omdat het nog veel lager kan zakken. Maar in ieder geval nu begin ik net als met die andere dagen weer super geïnteresseerd te raken. En super geïnteresseerd kan ik wat agressief doen, maar het liefst wacht ik gewoon dat mijn verstandig geld die wacht gewoon totdat we uit die steile down move komen. Dus eigenlijk kun je een lijn zo trekken en als je dan uiteindelijk hier uitbreekt en dan eindelijk wat structuur vindt, dan wil ik best wat proberen. Net als dat je hier wat kon proberen, zie je ook dat het door een stop-loss heen gaat en dat je dan weer een level laag gaat. Maar je bent nu weer bij belangrijke niveaus. Dat wil ik naar voren halen. En deze hou ik wat korter, omdat ik voor gisteren ook een video daarover heb gemaakt. En we gaan hierna naar ADA. Dat is eigenlijk een voorbode. ADA die zit ergens hier. Dat zou bij een Ethereum een beetje tussen die $700 en de $800 zijn. En Ethereum is nog bij de $1200. Daarom laten we ook gelijk naar ADA gaan. En jullie merken dat de aanvragen iets meer worden opgeschoven. Maar ik hoop ook dat jullie beseffen dat de alts gewoon op dit moment echt dramatisch zijn. En dat is bijna in elke beermarkt. Als je ook gaat kijken van wat er over moet blijven. En dit is weer Binance chart. Ik moet niet praten en dingen zoeken tegelijk. Want ik wil die van Kraken en daar hebben we wat meer historie. Tenminste, daar heb ik wat meer in gewerkt. Maar voornamelijk bij de Kraken chart heb je weer die gekke wiki hier tot de 16 cent. Nogmaals, de waarschijnlijkheid dat je daar naartoe gaat en je ziet ook hoe graag die daar naartoe wilt gaan, is heel groot. Je breekt eigenlijk nu ook weer dit support, ook al liet het even wat anders zien en wat sterker zien dan anderen. Je breekt wel weer een support level, of een trendlijn, een support trendlijn. En dit kan zomaar dus een beerflex zijn om nog veel lager te gaan. En als we dan veel lager gaan, ja, dan kom je toch echt wel hier ergens terecht bij die $16 in. En natuurlijk kun je met wat support en resistance gaan werken. Alleen, ik heb vanochtend mijn extension tool hierop losgelaten. En dat was meer uit deze layer. Dat ga ik nu niet doen. Dat bewaar ik even voor een volgende video. Maar je ziet nu, waar ADA wat anders liet zien, begint het nu ook weer dit patroon te doorbreken. Je hebt nog, even kijken, het is vandaag de 13e tot en met de 29e is die fork. Dus we hebben nog wel ruim 2 weken. In die 2 weken kan er best wel wat gebeuren. En mocht het dus hier support gaan vinden, dan gaan wij in ieder geval het volle uit die hard fork halen van ADA. Want hier, ja, het liefst zit ik gewoon in dit soort altcoins. Ook al heeft deze heel veel risico. Ik vind dit wat beter gepresteerd hebben in die bullrun dan andere coins. En er zit hier gewoon ook wat meer historie in. Ja, gewoon ook wel echt wel een favoriet cointje. En ook deze liet eerst dat patroon zien. Dus eigenlijk heb je nu zijn eerste tak, die 0,26 geraakt. Daarna die 0,382. En nu gaat hij eigenlijk weer support zoeken om misschien toch daar naartoe te gaan. Maar ik wil ook wel even iets meegeven om te laten zien dat die 0,382 toch wel steeds belangrijker aan het worden is. En ik weet niet of ik dat hier meteen eruit ga krijgen, maar hier niet direct. Maar trek hem bij heel veel coins. Je ziet bijna bij elke coin zijn ze niet verder gekomen hier dan die 0,382. En daarna hebben ze alle bodems gebroken. Dus dat kan zich ook zomaar doorspelen naar de volgende VIP-reeksen. Dus dat we bij elke VIP-reeks tot en met die 0,382 komen. Wat je nu ook eigenlijk een beetje ziet. Dus ik ben nu een snel fine-tune, maar je ziet 0,382 en je valt weer. Dus wellicht dat dit steeds de moves kunnen zijn. Maar stel dat je naar boven gaat, je ziet die rode moving average samenvloeien met straks die 0,68 bij die $90 cent. En dan heb je die $1 weer als uiterste target. Maar het moet echt wel zijn support houden hier. En het kan best nog een kleine lower low maken, maar het moet dit level wel houden, anders ga je meteen een stuk lager. En het stuk lager zit dus hier. Dat gaat een beetje tot en met die 17 cent, 16, 17 cent. Dat is even AUDIO, nu kunnen we, of AUDIO, ADA. Nu ga ik naar de eerste aanvraag van Monique. Monique had 3 aanvragen, AUDIO, BAT en straks. En straks was volgens mij een favorietje van je. Bij audio wil ik eigenlijk best kort zijn. Het wordt ook een beetje hetzelfde plaatje als elke andere coin. Besef dat je bij audio wel op een mooie sport bent. En dat ben je bij elke coin, want je bent gewoon weer in het gedeelte waar je dus begin mei ook was. Waar ik video's maak dat ik zeg van je hebt een mooie sport gevonden. Je zit hier, vind je wel dat resistance. Als je er helemaal uitkomt, maak je die move. Dus er zit hier wat qua kopers. Nu kan je hier ook nog gewoon helemaal tot met hier vallen. Dus de uiterste lijn is 12, of tenminste voor mij het risico zit daar. Eerste risico die wikvullen is toch weer 20%. Zelfs als de prijs nog zover is gedaald, is die wikvullen nog steeds een 20% waar je dus begin mei was geweest. Maar hier naartoe is toch nog weer een 55%. En voornamelijk door die gekke wicks en die lower highs ben ik hier niet een heel erg fan van. Maar goed, je kan altijd wat proberen. En daarin komt het spel van dat Bitcoin waarschijnlijk het leukste is om te proberen op dit moment. En je houdt het level op zich nu nog steeds. Dus het kan een kleine low-low maken. Je ziet hier ook weer datzelfde patroon bij die 0.236. Dat je daar het eerste resistance vindt. En dat je nu weer even gaat zoeken naar support. Wellicht dat deze targets kunnen werken. En kijk ook weer hoe belangrijk die 0.382 is. Die valt hier. Eigenlijk val je hier naar beneden. Hier vind je als eerste support. Precies op het level waar die 0.382 ligt. Bij de $68 cent. Dus dit worden mijn targets. Eerst dan 46, of eigenlijk vanaf die $48 cent. Daarna heb je die 0.382, super belangrijk. Daar zou ik denk ik al klaar zijn. Dat is bij de $68 cent. En dan heb je de 0.618 voor een pushje winner tot en met hier. Tot de $1.23 voor een pushje winnaar. Nogmaals ben ik niet heel erg fan van. En laat deze maar eerst weer ook weer. Bij eigen ballen coins gewoon eerst die down moet breken. En dan pas weer verder kijken. Ik wil eigenlijk gelijk naar je BAT gaan. Want BAT zie ik toch wel wat andere dingen. Tenminste, bij BAT, die volg ik gewoon al een tijdje. Dus dan heb ik ook wat betere ervaring in BAT en wat die prijsactie is. Ik heb er vaker in gezeten, ben er ook vaak uitgegaan en ben er ook vaak uitgestopt. Heb er vaak winst uitgehaald. Dus ik heb hier wat meer ervaring mee. Dus ik ben ook gaan zoeken naar eigenlijk dit stuk. En dat zie je bij best wel veel coins. Dus eigenlijk heb je hier dat, een soort van plateau. En hier die wick. En daarna die push down. En jammer dat hij nu niet blijft hangen. Nu had ik dat een keer per ongeluk aangedrukt. Maar dan zie je toch weer, dan moet ik die lock doen. Of doe ik nu weer wat verkeerd? Ik ben niet de beste daarin. Maar goed, zolang je er geld mee kan verdienen, dan is er niks aan de hand. Dus dit patroon. Eigenlijk wil ik dit ergens terugzien bij BAT. En dat heb ik wel meerdere keer gezien. Of meerdere keer. Ik heb het wel een aantal keer gezien. Als ik dan ook bijvoorbeeld hier ga kijken. En dan zit je ook bijna in hetzelfde soort gedeelte. En ik ga er toch een paar uithalen. En ik denk dat ik deze ook straks laat. Zodat je zelf de targets gaat zoeken. Dus je hebt hier een beetje. Dit is wel minder. Maar een soort van plateau. En daarna die down move. En daarna heb je een move omhoog. Je hebt hier een soort van plateau. Tenminste, ja, sommigen noemen dat die triangels. Maar, en je valt hier naar beneden. En daarna die move. Dus ik hoop dat dat een beetje een beeld geeft. En dat kan ze natuurlijk ook heel anders uitspelen. Het kan zich natuurlijk ook zo uitspelen. Daarvoor zet je gewoon stop losses. Dus dat je net zoals hier. En dat je echt een stuk lager gaat. Maar goed, het lijkt erop alsof je net als hier al een grote downmove hebt gehad. En dat je toch een beetje die prijs ziet samendrukken. Je ziet ook niet meer die grote candles, maar je ziet die prijs samendrukken. En ik zit nu in de geschiedenis te kijken, maar ik bedoel natuurlijk hier. En ik zal dit gekras ook eventjes voor je weghalen. Ook voor mezelf, dan zie ik het gewoon wat duidelijker. Je ziet die prijs gewoon wat meer. Kijk, hier zie je veel beweging. Hier stroomt er nog wel geld in en uit voornamelijk. Maar hier zie je die prijs samendrukken en eigenlijk die low-low creëren. Je ziet hem nu in die low-low creëren op het gedeelte. Dus het kan zomaar betekenen dat je echt weer dit level gaat opzoeken. Maar voornamelijk, ik zoek naar dat soort patronen. Ik wil kijken wat er kan gebeuren. En dan heb ik hier eigenlijk een soort gelijk patroon. Hier heb je ook dat je die kleinere low-low creëert en daarna aan het range. En let op, deze range duurt 2 maanden voordat je die move maakt. Dus het kan zomaar nu nog even 2 maanden duren voordat je weer wat gaat proberen. Het kan ook nog steeds die V-shape gebeuren, mocht er even wat lucht in alle economieën komen. Bijvoorbeeld gewoon even een goed bericht van vredesbesprekingen of dergelijke. Maar risico zit hier, bij BAT. Want hier vindt hij elke keer het support en dan kan nog steeds lager. Je ziet dat ik ook die wikjes eraf haal. Maar het support zit hier. Hier vind je dat support. Het gaat er wel een keer onder met die coronadip. En daarvoor zet je ze ook zo los. Maar als het erboven zit, dan hou je het support om grotere moves te kunnen maken. Grote moves, maar ook kleinere moves, net als hier. Dus dit geeft wat perspectief. Geef je ook meteen een target eigenlijk. Oh. En dan moet ik weer heel eventjes... wil ik dit doen? Kijk, kan je targets tot met hier. Je ziet dat we hier al een aantal keer die targets hebben gehaald. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan 2 keer erboven of 3 keer. Dus dit zijn reële targets. En je ziet ook weer mooi, als je dus hier bent, dan kom je eigenlijk bij die wick waar je je support vond. En op zich zou je nog wel iets lager met die wickjes eruit halen. Maar je ziet dat je wel in dit gedeelte weer terug eigenlijk in die box bent. Dus je kan zomaar hier naar beneden vallen om hier weer even support te zoeken. Dus dat is je risico. Maar goed, je hebt een gigantische downmove naar beneden gehad. Dus het kan echt nog steeds wat lucht verwachten. Net als hier, lichtelijke lower low. Daarna krijg je een higher low. En daarna begint er eigenlijk wat te rommelen. Lower low, niet significant lower dan deze. Wel als we hier naartoe gaan, want dat wil ik nu even laten zien. Stel dat we naar de onderkant gaan, is een 40% naar beneden. Vind je geld niet leuk. Stel dan dat je hier toch dat support houdt. Dat je eigenlijk een beetje dat patroon wat je daarvoor zag houdt. Dan wil ik kijken naar targets. En dan ga ik gewoon vanuit hier meten. Ik kan zelfs denk ik vanuit hier meten. En dan gaan we er iets dieper in. Dan zit het hier, heb je eigenlijk nog die basis. Dus je springt weg. Je hebt hier nog een basis. En vanuit hier begin je te vallen. Vanuit deze gekke wick. En je kan hem ook vanuit hier. Op zich is het er ook nog helemaal niet zo gek. Als ik het zo zie. De vraag is dus bijna altijd of je hem dan vanuit hier of vanuit hier. Dit ziet er best wel goed uit, maar dit vind ik ook helemaal niet heel erg. Laat hem toch even zo, omdat dit wat meer preciezer is. Precies hier een bodem, en dat was hier die bodem, die ben ik 0,236. Maar zo zie je ook, je bent iets lager gekomen. In begin mei zat je tot en met een $29 cent. En nu ben je bij een $26,50 cent. Dus dat is een... Nou, nog 8% lager. Nog niet eens. Stel dan dat je de support hier vindt. Ik vind het jammer, maar ik ga er denk ik toch nog maar eentje hierna doen. En dan worden de komende video's van de week wat meer aanvragen. Maar de eerste tak ligt bij die $42, 42, $43 cent. Dat is toch een 55%. En dan weer het belangrijke level, die 0,382. Ik heb je net laten zien hoe belangrijk die is. Dat is een 88, 89% bij de $52 cent, 52, $53 cent. Dan heb je die 0,68, ook weer super belangrijk. Mensen hebben, of tenminste vaak over shorts. Dit is een short plek. Ook die 0,382, maar voornamelijk die 0,68 is een short plek. Dus hier kun je echt wel weer wat resistance verwachten als je die pusher winner hebt die je 150% omhoog haalt. Tot en met die $68 cent. Dan heb je het alleen nog maar over die ruimte. Maar zoals je mij al kent, ik hou het liever realistisch. En niet zozeer meteen naar deze targets kijken. Nee, de markten zijn dramatisch. Dus we krijgen ook iets dramatische targets. En ik vind een 50 tot en met een 80% echt top targets nog steeds. Dus we hebben nog niks te klagen. De laatste die ik wil gaan doen. En die wil ik gaan doen. En Monique, ik onthoud je straks. Ook al is dat je favorietje, daar kom ik zeker snel op terug. Maar ik kreeg Rosé heel veel als aanvraag. Die kreeg ik van een Robbie en Jacco en Chantal, maar ook van Wesley en van een Nick. Dus dan moet ik die eigenlijk wel erbij halen. Dus dit wordt mijn laatste die ik erbij ga halen. En ik ga eerst even kijken, want ik had hier een iets andere grafiek van. Nee, ik denk dat dit toch wel de betere wordt. En daar heb ik al een paar keer dit gedeelte voorgelegd. Zoals je hier heb je die upmove. Ik kan hem iets weer vergroten. Ik zie toch als ik vaak video's aan het editen ben dat ik die grafieken te veel heb uitvergroot. Geef dat ook als feedback aan mij. Als je dingen niet echt goed ziet of dingen duidelijker wilt zien, geef dat in de comments. En vergeet ook niet de beschrijving van de video te bekijken. Maar je hebt hier een upmove waar je super mooi op die trendlijn blijft. En daarna er doorheen breekt. Je hebt hier een upmove waar je super mooi op die trendlijn blijft. En daarna er doorheen breekt. En je begint nu net als hier. Eerst de push. Eerst support gevonden, daarna nog een keer support vinden met een lichtelijke lower low. Lichtelijk support gevonden, we maken hier wel een diepere lower low dan dat we hier zagen. Maar je zit wel weer op een mooie risk-reward plek. Als ik deze even hier naartoe breng en die andere kant hier naartoe, dan zie je dat je bij dit level elke keer dat support vond. Dus dit is een mooie risk-reward plek. Ik zal meteen het risico laten zien, want het risico zit hier. En dan heb je meteen een idee van hoe ver je nog kan zakken. Want dan zit je er hier gewoon... of tenminste, doe je hier een agressieve entry... en spring je er gewoon blind in. Dus dan kan dit nog je drama worden. 30% vind je geld niet leuk. Maar goed, stel dan dat je een wijde stoploss hebt... en daarna naar boven gaat kijken... dan hadden we eerst deze targets, maar we zijn nu alweer hier helemaal beneden gevallen. En stel dus dat je wat laag gaat, dan weer leg je deze VIP hier naartoe. Maar nu hebben we deze candles, kan je hem tot en met hier halen. En dan zie je al dat je niet echt lekkere reacties krijgt. We gaan er weer wat dieper in. Laten we even naar een 4 uur gaan. En hem op automatisch zetten. Dan wil je eigenlijk gewoon gaan kijken waar je echt kan meten. En je ziet ook als ik op een dag meet dat het vaak nog echt wel iets eronder komt en dat het nooit echt exact is. Dan zie je hier die basis. Ik ga eerst die basis pakken. Hier heb je een basis. En eigenlijk breek je er hier doorheen. Je ziet, hier hou je gewoon die trendlijn en je wilt die move maken, maar je breekt er hier doorheen. Je test die breakout, begint eronder te rommelen en daarna breek je de bodem. Dus eigenlijk zou ik vanaf hier moeten meten. En dan zie je dat deze steeds dichterbij die 0,236 komt. En het kan alsnog gewoon vanuit hier. Want je ziet hier ook, je laat hier een gekke square-uppers achter. Ook hier heb ik mijn vraag en hier en hier. Dus het kan, als we eenmaal naar boven gaan, kunnen we best wel hoog gaan. Maar goed, als ik dan, wat ik vaak ook zeg is... ik vind dit soort trendlijnen, die horizontale trendlijnen, veel betrouwbaarder. En dan zie je dat je hier eigenlijk pas hier eruit gaat. Je pierst het hier wel, en hier ook, maar je pierst het hier. Maar hier begin je er echt uit te gaan, waardoor je die bodem breekt. Dus vanuit hier wil ik dan gaan meten. En je ziet ook dat je eigenlijk soms van precies de candle moet gaan meten. En dat is echt het fine-tunen. Maar nu zie je dat je eigenlijk weer bij die 0,236 bent geweest. Tenminste, niet bent geweest, want je bent nu lager. Maar je ziet hoe mooi die 0,236 valt bij het resistance level wat je hier had. En dit kan waarschijnlijk nog meer gefine-tuned worden, want wellicht dat je hem een beetje vanuit hier moet halen. En dan zie je ook precies bij die horizontale lijn, waar die breekt, dat hij hem dan exact met meerdere punten. 1, 2, 3, 4 keer heeft hij die 0,236 aangeraakt en resistance daarop gevonden. Dus op de weg naar boven kan het weer resistance geven. Je bent onder die moving averages, dus als je nu naar boven gaat, waar we net het risico van die 30% lieten zien, maar stel dan dat je hier de support houdt, en dat je hier die lower low nu hebt gecreëerd en weer die 0,26 gaat opzoeken, dan ga je naar die 8,2 cent, even vanaf 8 cent. Ik denk altijd en trade altijd in zones. Ik ben nooit precies erin. Maar dan heb je het over een ruimte van 75%. In de markt van nu pak ik alles wat ik pakken kan. Dan de 0,382, super belangrijk bij de $10,5 cent. Dan heb je het al over een ruimte van 133%. En op zich zou ik hier gewoon denk ik al 90 of 95% van deze positie pakken. Die vraag kreeg ik volgens mij ook van Dorian. Als ik hier dan bijvoorbeeld, en dat is altijd anders, dat is per coin anders hoe ik mijn percentage eruit haal bij de targets. Maar stel dat ik hier gewoon mijn agressieve entry in doe. Dus hier doe ik mijn agressieve entry in, maar even ook vanuit die agressieve entry werken. Dan pak ik hier 50% van mijn hele positie. Niet eens van mijn winst, van mijn hele positie. Omdat de markt gewoon dramatisch is. Dan hou ik er nog de helft in die grotere move kan maken. En die andere helft die erin zit, zet ik er ook gewoon een stop los hoger dan mijn entry. Dat hij in ieder geval in winst staat, mocht het hier helemaal dramatisch naar beneden gaan. Dan heb ik in ieder geval, ook al gebeurt er iets heel dramatisch in de wereld, heb ik in ieder geval mijn winst eruit, heb ik 0 verlies erop gemaakt. En stel dan dat je hier dat resistance vindt, dan kan ik mijn positie vergroten met die 50% wat ik eruit heb gehaald. Omdat het dan een retrace maakt. En wellicht kan ik dan die move naar die 0,382 maken. Wat ik net al zei, omdat de markten nu wat dramatischer zijn, zou ik daar 90% van die hele positie eruit hebben. 90 tot 95. Dus dan hou ik nog een 10% over voor mijn pushje winner. Maar in die tijd heb ik mijn geld dus gegeven als het hier naartoe is gegaan. Dus winst gepakt. Met die winsten kan ik andere dingen proberen. Dus het blijft hier niet in vastzitten. En ik hou er altijd nog gewoon die 10% in. Wat helemaal risicoloos is, pure winst. En wat ik altijd nog als winst kan verkopen door een stoploss eronder te zetten, die hoger dan mijn entry is. Dus ik hoop dat je hier een goed beeld mee hebt gekregen. En ik kom zeker terug met alle aanvragen van Simon, Sam en Crypto Mokro. En natuurlijk ook van de Shiba Facebookgroep, van een Frank en een Anita en een Buts Raymond en een Maaike. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie snel weer terug te zien. Safety is sexy en probeer er het beste van te maken. Probeer ook een beetje van de zon te genieten. Adios!